MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Ja, dames en heren, hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van MVV TV. En vandaag zijn we in alle vroegte opgestaan om richting Sint-Geertrui te vertrekken, want we gaan ontbijten met de MVV selectie bij de Velkast. Wat het precies is, het is in ieder geval prachtig uitzicht, gaan we nu ontdekken. En ik ben benieuwd wat de spelers allemaal ontbijten en wat ze zo doen in de ochtend. Let's go! Ja, Velkast is een pop-up restaurant. Normaal in evenementen hebben we ook werk. Dit jaar natuurlijk helemaal niks. Of helemaal niks. Niet veel, niet genoeg. Dus we hadden idee, ja, we moeten iets anders bedenken. Een alternatief dat we toch een beetje omzet kunnen genereren. Velkast is ermee ontstaan. Juist in deze tijd zijn mensen denk ik op zoek naar even iets anders. Sowieso lekker buiten, genoeg ruimte. Maar ook net even om je heen kijken. Van god, de natuur om ons heen is echt mooi. We hoeven niet op vakantie te gaan naar Zuid-Europa of wat dan ook. En wat is de connectie tussen MVV en de Velkast of de andere partijen die er mee doen? Waarom hebben jullie MVV uitgenodigd? Tenmar en Erik Stevens Catering is sponsor bij MVV. We zijn ook huiskateraar bij MVV. MVV een nieuw seizoen, ook een nieuw jaar, is ook een lastig jaar worden. En om ook MVV een hart onder de riem te steken, zeg van nou kom eens bij Velkast even lekker ontbijten. Hey jongens! Jullie hebben een prachtig plekje voor twee. Raoul, hoe gaat ie? Ja, goed moet ik zeggen. Ja? Dat is wel lekker. Ja, wat heb je allemaal, wat schaft de pot? Well, ik had pannenkoekje, ja. Champ, lekker gezond. En ik had een beetje speggenee. Ja. En nog een broodje. Oké, okay, heerlijk. En ja, wat had jij, wat stond op het menu? Ook een pannenkoekje met van die bosbessen. Ja. Dan wat ei en een broodje en een paar plakjes gehakt. Oké, okay, en wat eet je normaal thuis? Is dat ook zo uitgebreid? Nee, meestal het ochtends heb ik een yoghurtje en dan is het goed. En dan kan je gewoon de hele training op doorgaan? Ja, yoghurt met wat fruit. Heerlijk. Dan is het goed. En is het al een beetje romantisch met zo'n uitzicht? En, ja, ik ga wel een keertje met een vriendin komen als ze plek is, denk ik. Ja, toch? Ja. Hey, Tim, jij zit hier ook met al je vrienden. Ja. Hoe... Pijnlijk. Ja, pijnlijk, hè? Wat heb jij lekker gegeten? Nee, hetzelfde. Ook eitje, pannenkoekje en jus d'orange. Was wel top. Ja, toch? Ja, zeker. En met zo'n uitzicht, ja. Ja, maakt prima. Het beter, hè? Ja, ja, zeker. Ja, mannen, wat schaft de pot hier? Ik zie heel veel fruit, niet? Ja, fruit is belangrijk, dus een goede start van de dag met fruit, ik kan nooit kwaad. Ja, eet je ontbijt, hè? Eet je dat altijd, ja, of sla je er een beetje over? Want ik hoorde net Lars, die een yoghurtje, dat is alles. Nee, dat neem ik altijd. We zitten hier op het hotel, dus ik start altijd met fruit en okay, dan iets van brood. Dus ja, ja. Hey, what do you think about the view here? Nice, good. It's nice, hè? It's a different experience and it's good. Do you also have it in England? Views like this? Yeah. Yeah. Also, so views like this, And the breakfast, do you like it? Nice, it's good, yeah, it's good, yeah. What do you have? Scrambled eggs, pancakes, just a bit of bread. Coffee. And a little bit of coffee, cappuccino. Yeah, a bit of coffee. Oh, nice. En wat vinden jullie van het uitzicht? Dat is best wel romantisch zo, niet? Niet? Ja. Best wel, ja. En het is een soort team. Uitje of een ontbijtje, hoe belangrijk is dat om met het team leuke dingetjes te doen? Ja, ik wil het eerst terugkomen op jouw vorige vraag. Ja? Ja, met hem naast mij is licht, die is niet echt, echt zo romantisch hoor. Nee? Maar, ik zou zeggen dat het altijd romantisch is, wat jullie ook samen doen. Maar vandaag komen we gewoon gezellig bij elkaar en ze staan hier. Als een team. Ja. En genieten we gewoon van een aangeboden ontbijt die we hebben gekregen. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Ja. En dit zien we gewoon als een teambuilding moment. Ja. En helpt dat? Teambuilding momentjes leuk samen doen in plaats van alleen maar trainen en voetbal en dingen moeten? Nou, zoals je zelf weet, veel clubs zijn gewoon op trainingskamp geweest, dit jaar ook, ondanks corona. En daar gebruiken ze ook zulke momenten om met de groep iets langere tijd bij elkaar te zijn. En onder andere ook door die reden. En zoals het bekend is, wij kunnen dat gewoon niet. En dan is het gewoon altijd leuk als je met groep even samen bent, ook buiten het veld. Ja, precies. Ja, en wat schaf hier de productie? Lekkere broodjes, verse broodjes, jus d'orange ook.
broodje chocoladepasta. Heerlijk. Dat is, vaste kost voor ons. Ja, echt, ontbijtje is altijd... Wel een ontbijtje, ja. Maar, ja? Want ik hoorde net van spelers van bakje yoghurt, dat is alles wat ik eet. Ik denk voor een training. Ik denk, de jongens hebben alles opgegeten, dus wij hebben alleen de leftovers. Oké, leftovers. Die zijn meestal lekkerst, hè? Ja, goed, als de jongens maar goed eten, is goed voor ons. Goed zo. Ja, en daarmee sluiten we deze aflevering af. Vond je deze video leuk? Vergeet natuurlijk niet een blauw duimpje omhoog te geven. En dames en heren, volgende week zijn we natuurlijk weer terug met een nieuwe voorbeschouwing. Of we zien elkaar gewoon in de Geusteld. Doei doei! MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, VZ MVV, RTV Maastricht en Keno Media.